joh, ik zie ze vliegen. Rob, jongen. Ja, wat doe je nou, jongen? Hou ze even je mel, man. Ja, jij rijdt tegen dat ding aan. Ja, dan kan ik toen niks aan doen. Dat is heel erg. Samenwerken, jongens, samenwerken. Dames en heren, van harte welkom bij de grote finale maand van Legends of Gaming seizoen 6. We zijn er. Het is zover, jongens. Mooie gouden lichies. Gouden lichies. Na alle battles en danger zones hebben wij het met z'n achten voor elkaar geschopt. En zullen wij beginnen aan de race naar de grote finale toe. En strijden we dus met allemaal voor deze felbegeerde trofee. Clippy dingetje, wauw, mooi. We complimenteren even de trofee op zijn vorm, jongens. Dat heeft de trofee een super mooie vorm. Fik. Heren, het blijft natuurlijk niet bij deze 8, want door middel van de wildcard komt er nog een 9e legend bij. De wildcard heeft het publiek iemand terug kunnen stemmen. Wij gaan eigenlijk kijken wie dat is. Meneer de wildcard, zet die camera maar aan. Zo is je QC toch? Zo is je QC toch? Oh. Nee, dat zijn weer die Geuse dingetjes op de achtergrond. Is dit Siri weer? Oh. Dit Siri? Wat? Yes. Nee. Wat goed! Wat een gorel! Ja, wat een kut prank! Wat goed dit zeg! Ja, maar let op, nu ineens bij Link. Bij Link gaat het ding ook naar beneden. Je komt er weer. Ja. Link, welkom terug. Hoe is het ermee? Ja, ik heb jullie wel gemist hoor, in die tijden, weet je. Ja, lang. Duurde lang. Ja, ik dacht, ik moet even terugkomen, dus ik ben er weer. Goed, leuk. Elke aflevering speelt er een viertal tegen elkaar. Van dat viertal gaan er 3 mensen door en valt er dus eentje af. Je kan het dus zien als een grote danger zone. Vandaag spelen de laagste 4 uit de ranking tegen elkaar. Dat is dus Link, Robbie, Raoul en Harm. Aangezien zij het minste aantal winst hebben gehaald dit seizoen. De personen met meer winst hebben daar dus voordeel. Die komen later pas in de roulette. Maar voordat wij beginnen, moet er nog wel wat iets aangepast worden aan het scorebord. Omdat er een aantal mensen namelijk gelijk staan met de winst. Wanneer dat het geval is, wordt er gekeken naar het aantal keer dat iemand in de danger zone is gekomen. Dat betekent dus dat... Ja, Joost. Nee. Yeah. Mijn hele strategie dan! Joost en ik wisselen dus om. Omdat Joost vaker in de danger zone is gekomen. Jeremy, Milo en Matty hebben ook een gelijk aantal wins. Matty daarvan komt onderaan te staan. Die is gedeeld derde word ik naar 5e gesodemieterd, man. Er is dus gewoon een kans dat ik gewoon op Joost en Don naar de beste ben. Ja. Dat is epic, man. Let's go. Ja, Milo en Jeremy, die staan wat dat betreft helemaal gelijk. Want jullie zijn ook 0 keer in de danger zone gekomen. Dus jullie hebben echt een gesplitte positie. Hoe dat bepaald wordt, komt in de aflevering wel naar voren wanneer het zover is. 3 van de 4 spelers gaan dus vandaag door. Vervolgens de 4e persoon zal afvallen. Dus die pakt de 9e plek in Legends of Gaming seizoen 6. Dat staat slecht op je Wikipedia, kan ik je zeggen. Nee. Het is wel een heel gek getal eigenlijk. Een 9e plek. Ja. Maar goed. Jongens, voor degene die gaan spelen, veel succes in GTA. Dankjewel. Hey, en zo naar jou, man. Dankjewel. Met een juich. Jippie. Hey. Hey. Rob, dit is jouw dag. Rob, kom op. Rob, jongen. Hey, kom op, man, boys. Man. Jongens, we gaan 3 rondes zo meteen doen. En bij elke ronde heb je natuurlijk een winnaar. En die winnaar die is gewoon veilig. Dus daarna gaan we nog een ronde doen. En dan de allerlaatste ronde, die bepaalt gewoon wie naar huis gaat. Dus één van ons gaat gewoon naar huis. Je ligt eruit. Je mag de hele dag toekijken hoe anderen... Maand. Het maand. Die gaan de hele maand toekijken hoe anderen het leuk doen. Dus dat wil je niet. Je wil winnen. Ik ben nu al wel een beetje nerveus. Maar moet je nagaan hoe het straks is bij de laatste ronde. Ik zie hier rechts ook weer een afbeelding van die race en ik heb er al geen zin meer in. Rob, heb je trouwens je stuurtje aangesloten of niet? Ja, ik zie Rob een beetje zo zitten. Hey, Rob, Ben je dan wel met je voeten bij het gaspedaal? Hey, doe even leuk, jongen. Hey, heb je een rijbewijs al, jongen, sukkel? Hey, boys! Hey, Link. Ja. Vind je niet dat er nog heel veel bankzitters in zitten? Oh, harmpie toch. Doe nou niet, joh. Hey!
Nee! Okay, daar gaan we. Daar gaan we. Wat is dit gevoel ik? Ja. Nou, dat was hem al. Dat was hem al. Dan gaat eerst de bank zitten. Oeh. Je knalt tegen de tafel. Mijn 6 stift staat denk ik een piece hoog, jongen. Wat is dit? Dat, staat ketchup aan? Ja, is het met ketchup? Nee, niet bij deze race volgens mij. Dat kon ik niet aanzetten. Oh, wat is dit nou? Zo, wat de hel, jongen. Ik zie ze vliegen. Oh, ik ging oh nee, ik ga dat ding aan. Rob, jongen. Ja, wat doe je nou, jongen? Hou eens even je mel, man. Ja, jij rijdt tegen dat ding aan. Ja, dan kan ik toen niks aan doen. Dat is heel erg. Samenwerken, jongens. Samenwerken. Dit is mooi. Hey, Roel, we moeten dit samen doen, jongen. Chaos. Twee losers. Dat wil je. Maar wacht, Link en Harm, jullie rijden bij elkaar. Waar zijn de bankzitters dan? Rijd die ver achter? Oh, nee! Oh, sick. Hé, hey, joh, rijd niet tegen mij, okay. Jongen, Quibus. Die rijdt toch niet tegen jou aan? Die rijdt tegen de muur aan. Ja, nou, ja, maar ik stond tegen die muur aan geparkeerd. Die slipstream. Link en Harm zijn bij de buinzen. De buinzen, we gaan omhoog. Oh, joh. Oh, maar nu begint het eigenlijk pas echt. Ja, nu begint het pas. Oh! Ik haal het niet. Jawel, ik heb slipstream. Oh jee, geloof me, dat is niet best, Rob. Joost, je moet ze je beter, gast. Oh nee, Link, je hebt het niet gehaald. Nu kunnen ze terugkomen. Oh nee, ik ben de laatste, gast. Link, nee. Oh nee. Ik beuk Roel in de lucht. Oh, we hebben hem wel. Hey, denk aan dat curbstone. Ja, deze curbs, jongen. Kijk die curbs dan. Curbs? Gast. Ik heb nog geen curb gezien. Nou, jij loopt nog achter. Jij loopt een klein beetje achter, joh. Ja, maar deze game is fake, man. Dit gaat wel goed voor. Oh! Nee! Die camera! Oh! Ja. Ik heb goed, hem, Link. Hij redt hem. Ik red het ook nog. Ik heb hem gewoon. Goed. Ik moet even resetten. Oh, what the hell. Ik heb dit gewoon in één keer gehaald. Ik ben trots. Jeroen, die grote zooi. Oké. Okay. Grote harem. Hey, ik deed niks. Ja, nee, dus okay. Moet ik uitwijken. Hoe respawn je ook alweer? Hoe ver liggen jullie voor? Hoe ik was tweede. Dat ook een driehoekje? Driehoekje. Hey, hoe respawn je? Hey, je moet weer helemaal naar boven rijden, man. Log en L1 entered first. Wat gebeurt hier nou? Ja, omdat we dan andere, hoe heet het, in de lucht zitten en zo. Oh, precies. Ja, oké. Het zijn wel lijpe buizen. Ja, het zijn hele buizen, mooie buizen dit. Maar ik weet niet of ik nou daadwerkelijk tweede sta of niet. Ja, jij staat tweede. Het is niet leuk voor de bitrate, jongens. Ga even uit die buis. Ja, die buis moet gauw rijden. Deze video is geüpload in 4K, weet je wel, voor die bitrate. Ja. Huh? Oh! Ik zag dat letterlijk niet! Wat zag je? Oh, nee! Link, nee! Ik sta echt koude ver achter. Link, dat had je comeback kunnen zijn. Oh! Ja, I mean... Joh, die buizen, ik krijg echt oprecht epilepsie van. Ik maak geen grap. Oh, nee! Er komt er een hoop voorbij vliegen. Maar ik heb hem wel, hè? Ja. Ik lag op de kop. Klootzooi. Oh, Robby komt aan. Oh, kut. Hoe respawn je? Nee! Oh, dat is jou, dus dat telt niet. Nee, ik veel. Ik speel toetsenbord, de muis. Oké. En nu? Wee! Yo, ik zeg eerlijk, dit gaat met zoeken. Je moet ei ingedrukt houden, volgens mij. Lap 2 van de 2, dit mee. Ja. Hé, maar iemand, hoe respawn je? Hou je bovenste ingedrukt, driehoekje. Ja, driehoekje is het. Ja, nu driehoekje werkt niet bij mij. Ik dacht ook altijd dat het driehoekje R, was. R op je toetsenbord, toch? R. Het staat ook rechtsonder, staat het gewoon. Hold this to respawn. Ja, maar dat is niet als je op zijn kop ligt. Rob, dit is niet jouw race, maar onthoud, er komen er nog twee. Ja, maar dat wil je soms wel niet. Soms wil je lekker respawnen. Jullie zitten ruzie in de Harlem, gewoon casual, bijna voor de tweede keer in de buinzen. Ja. Maar driehoekje werkt voor mij niet, man. Oh shit, okay. Ik doe precies hetzelfde als Harm deed. Oh, wat balen. Harm, ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Sta jij eerste, Link? Nee. Ja, Link staat zeker eerste, joh. Harm staat de eerste. Wie staat er nou eerste? Harm! Jezus, jullie luisteren allemaal niet. Mijn god. Roel, je kunt gewoon pijltje naar beneden doen, hè? Sta jij eerste, Rob? Roel zit achter me, joh. Roel, je zit wel achter me, gek. Ja, ik zit vlak achter je, jongen. Wat? Rob, hoe ben jij zo slecht in racen, man? Dat is toch jouw ding? Ja, omdat ik niet... Ik wist niet hoe ik moest respawnen, dus dan heb ik echt 15 seconden vastgezeten. Oh, mijn excuses zijn dit. Ik hoor alleen maar excuses daaraan. Oh. Nee, niet. Ik weet het nog steeds niet. Dat is het erge. Lekker curve boost, ik zie het wel. Ja, Harm is lekker aan het curve boosten. Maar dat werkt toch niet meer? Dat is er toch uitgehaald dan? Nee, joh. Dat zit er al sinds dag 1 zit dat erin. Gaat er nooit uit. Oep, ik haal hem echt bijna niet. Maar jullie kunnen in principe nu nergens meer vastlopen, toch? Dus eigenlijk is het al redelijk klaar al, toch? Dat is een foutje maken, hè? Je hebt toch ook ergens vastgelopen? Bij je geboorte. Je moet gewoon gokken op zo'n safety car op het laatst. Ja. Safety car misschien, en dan zo net zo in this lap. Ja, dat is misschien wel een optie. Die hierbij laatste wordt die dan ook weer in de wildcard gegooid voor de zoveelste keer? Oh, kutjes. Jij bent de enige wildcard, Link.
Daar gaat Harm. Daar gaat hij. Oeh, er is wel iemand close achter, hoor. Ja, ik zie hem. Oh, Harm, bijna een foutje, hoor. Ik maak een flinke fout hier. Hoe komt bij wie ben ik Harm, hoor? Bij mij. Maar Link, je bent echt slecht. Je rijdt bij mij. Als Harm nu één foutje maakt. Hé, hou je mond even, Jerre. Hou je even je buiten. Harm, ik zit in je nek te hijgen, jongen. Ja, dat weet ik. Je vindt het lekker ook, hè? Link met de fout. Mijn god. Link zit echt te struggelen. Ja joh, maar weet je... Hij maakt het gewoon even spannend. Lekker. Ja, weet je... Maak het nog even spannend. Ik hou het even leuk. Harpie, een clean sweep hoor. Waar ben je, Harpie? Maak even een foutje nou, kom op. Nee, hij zit echt een clean sweeper, gast. Je hebt me zo vaak genaaid dit seizoen, man. Ik jou genaaid? Ja, iets... Ja, dat is wel waar, hè. Niet te veel, oké. Yo, we hebben hem, of niet? Ja hoor! Harm, pak hem. Ja hoor! Rob, je had deze tijd moeten gebruiken om te... Oeh, ik ga nu even, aangezien nu is het toch klaar, ga ik even kijken hoe ik respawn. Is de supreme gamer. Ik had het niet verwacht. Ik denk, Robby gaat er vandoor met zijn stuurtje, joh. Wat de... God, ja, ik ben even aan het kijken hoe ik moet respawnen, maar geen één keer op werkt. Race end in 13 seconden. Ja, maar ik wil toch even die finish pakken. Link, moet je wel opschieten. Je hebt nog 10 seconden. Joost. Goed zo, Link. Nou jongens, ik ben veilig vandaag. Ik zit er nog even in, dus daar ben ik heel blij mee. En jongens, ik wens jullie heel veel succes. Mogen de slechts... Goed gedaan, jongens. Gefeliciteerd, jongens. Dankjewel. Goed gedaan. Harm is safe. Ik zit nog in de lobby met Link en met Rob. Dit is echt een kraker, hoor. Ik heb per ongeluk de X80 Proto genomen. Nee, dat is niet per ongeluk. Dat is jouw lievelingsauto. Goed. Nee, ik had eigenlijk de T20 willen nemen. Hey, waarom heb je nou weer geel gekozen, gehad? Dat is mijn kleur. Ja, je moet even je mel houden, ja. Alles is voor jou hier. Weet je wat voor jou is? De uitschakeling! Oh! Nee. Nah, dat vind ik niet leuk. Mijn Rob. Oké, maar jullie... This is my ass, my friend. Rob, je hebt een lekker kontje. Nee! Het is nog altijd hetzelfde verhaal. Maar ik vind het niet fijn als er iemand achter me zit. Hoe respawn ik? Ik kan gewoon niet respawnen, ik druk op al die kolomknoppen. Nou, gaat lekker zo. Maar Rob, bij deze race zit er ketchup bij, hè? Maakt niet uit, want ik lig pas 40 seconden achter. Ik ben meer een mayo man eigenlijk. Ik heb hem niet waard trouwens. Jongens, wat is jullie lievelingssausje? Die van Gio, man. Nou, okay. Ik zag die man. Ik zag die Milo al, jongen. Joost, ik ben mijn mond best wel weer. Hoe kan een mens ergens zo slecht in zijn? Heb je het over F1 en mij? Ja, en GTA en ik. Dit is wel een ultieme comeback, payback, Link. Dat je op race gewoon onze terugpakt. Soepel. Oké, nou, fijn. Hey Link, dit is jouw fout. Hey Link, kom op jongen. Ja, en ik lig alweer. Wat er gebeurde er, Link? Ja, ik weet niet, ik ging gewoon... Vuur je ertussen? Ja. Ja, ik ook, maar ik landde wel goed. Nee, ik dus niet. Helemaal kut. Ja, Roel is aan het strijden hoor. Ja, ik moest die slowdown misschien even hier hebben. Dus het duurde eventjes, maar die X80 Proto die heb ik weer helemaal onder de knieën. Ja joh. Helemaal bang. Is het gezellig daarvoor, of niet? Nou, we zijn wel weer gespitst, zeker. Roel is weggereden hoor. Ik sta 20 seconden voor op Link. Ja. Ik sta daar al 33 seconden achter of zo. Wordt dat spannend, Rob? Dat wij een comeback mogen hebben in een race game vind ik toch wel weer een eer. Ben je al zenuwachtig, Link? Niet te zenuwachtig worden, hè? Niet choken nu, hè? Ik ben wel een beetje zenuwachtig, hoor. Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Ah, joh. Ja, het is twee bankzitters tegen... Tegen Unk. Hey Roel, kunnen we niet even samenwerken? Dat zou kunnen als jij niet... 34 seconden. Ik lig maar 11 seconden achter Link. En dan komt dat ik even 10 seconden stilstond voor je. Oh, dat vind ik lief. Ja, dat sympathiek. Ben ik ook. Ja, ik ben een hele sympathieke jongen. Roel, gebruik die curbs niet meer. Focus op je eigen spel. Nu deze win pakken. Het is niet alsof je die net mist. Dat je dan 400 meter naar beneden valt of zo. Stond ook in de beschrijving, hè? Don't look down. Boom, dit is lap 1. Oh ja, twee lapjes natuurlijk. Twee. Hij is nieuw personal best, gast. Gefeliciteerd. Zo, dankjewel. Ja. Heel ziek. Waar is Rob? Wat ben jij? Hé, hey, doe eens even rustig, man. Holy shit, jij bent er gewoon nergens. Ik lig 12 seconden achter, dat valt er gewoon mee. Ja, ik lig dichter achter Link dan dat Link achter Roel ligt. Dan komt er die ketchup, denk ik. Ah, hou even op, joh. Oké. Nee, jij bent gewoon heel goed. Maar lekker weten. Ik personal best. Zo. Lekker hoor. Oké. Moet ik straks dus niet dezelfde fout maken die Link dit maakte bij dat stuk. Door te hard te gaan. Personal best. Oh, nee. Wat? Hij vloog even uit de bocht, niks aan de hand. Ah. Ik zie iemand vliegen. Het is zo dramatisch. Ja, Hallo? Nee, ik heb... Oh.
verneukt? Wie is verneukt? Hey, ik sta derde. Link, wat doe je nou, gast? Ja, wat een kutspal wat doe je, joh, met die traan 20. Sta je derde? Ben ik hier nou voorbij? Oh. Ja. Rip gewoon even je gun uit, Link. Link. Rob, voor hoeveel wil jij de win? Wat wil je hebben? Wat wil je hebben? Zeg maar. Wat is je bot? Wat is dit nou? Oh nee, ik ga doe je. Vrouwen in de win geven en pakt die Link in de laatste ronde. Precies, dat hebben we. Dat hebben we nog nooit gezien. Vrouwen in de LOG, jongens. Ja. Ah, nee, ik weet niet. 200 dan? Vrouwen in LOG. 200 is goed. Geen bankzitters geld, Jat, hè? 200? Oh, wacht. Anders krijg je gewoon deze maand je bankzittersfee niet. Wat? Oh. Ja, die betaal ik dus. Oude turntables. Ja, dat is 500 euro, gast. Mijn man. Kut, hij heeft meegehaald. Ja, je ligt op de kop, wat wil je? Ja, ik crash even. Dan heeft het geen zin meer. Jawel, probeer het toch. Alsnog, rij hem eraf. Nee, maar nee. Rij hem eraf. Dan vertrouw ik in jouw skills. In het slechtste scenario wint Link hem, dan moet jullie 1v1. Ja, daarom. Dat is wel leuk, dat is wel leuk. Nee, dat gaan we zeker niet doen. Maar Link, je moet Rob nog inhalen. Die staat best wel steady voor. Link, wil jij meer bieden dan? Ik sta 37 seconden voor Link. Ik denk dat ik meer te bieden heb, joh. Nee, maar Link, jij hebt wel een onderhandelingspositie, want jij krijgt geen bankzittersfee. Dat is ook weer waar. Link, offer Coco op. Doe het maar. Link, wil jij eerst de woorden van je ruil voor je makkersfee? Die is er niet. Daar wil ik het niet over hebben. Nou, welkom bij een nieuwe short van Legend of Gaming. Dit is hoeveel de makkers betaald krijgen. Doe het, Link. Ja, deal. Is goed. Dit is een deal voor je leven, gast. Ja, ik ga ermee akkoord. Roel gaat hem pakken. Hij is er. Hij pakt hem, man. Hij pakt even remmen. Hij gaat remmen. Heel naar. Wacht, als je echt stoel bent. Roel, geen risico nemen, Roel. Hey, rij eraf. Als je echt... Oh, hij komt, Roel. Hij doet een donut, doe een donut. Gooi één donut. Ja, hij is er nog lang niet. Eén donut. Hij doet het! Hij gooit de donut. Ah, hij is achteruit op de finish. Yeah. Ja, maar dat telt hem niet. Hey, je bent safe, jongen. Oh ja, lekker. Ah, lekker, joh. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Kom je nog? Unk tegen Rob in de laatste ronde. Rob, in een epic one. Link, jongen, ik ga jou echt... Oh, jongen. Hey, Link, wil jij anders de bankzittersfee van mij hebben? Ja, is goed. Wil je finisher dan ik? Ah, weer voor jou geëindigd, jongen. Ja, oeh, dit was close, joh. Oeh, Linky. Robby. 1v1, jongen. Ja, joh. Goed door naar de volgende aflevering. Het gaat tussen ons een van ons soort 9 in dit seizoen. Ik heb gehoord dat niet chic staat op je Wikipedia. Dus heb jij Wikipedia? Neem maar voor. Zeker wel. Ja, Roel heeft namelijk geen Wikipedia. Nee, daarom. Dus ik had net goed laten kunnen worden. Daarom accepteerde ik die aanbiedingen van jullie ook. Maar er zat niks tussen waarvan ik dacht na... Ja, wat heb je een man te bieden die alles heeft, weet je? Hey, ik weet helemaal niet welke auto ik heb gekozen. Oh, dezelfde als jij. Nee, nou, dat zou wel goed zijn. Hey, het regent, man, dus heb je regenmannen eronder liggen, of niet? Nee, zeker niet. Maar als band begin ik ook trouwens eerder. Ik was ja, omdat je... Want zeg je nodig. Dat. Heb ik het nodig, ja, dat kan. Hoppa! Ja, ik ben alweer gecrashed. Nee, joh. Ik ben er gecrashed. Nou? Wow, de safe, dude. Ik land op mijn fucking de safe. Epic. Ja, je moet die wedstrijd gooien, Link. Epic. Hey, Rob, je staat heel ver voor. Rob, je bent weg. Als je geen fouten maakt. Je bent weg, Rob. Ik vind Carlo eng. Maar in mijn hart, een pakje. Legends of Gaming, jongen. In mijn hart. Oh mijn god. Nee, je gaat de verkeerde kant op, Rob. Link, doe dit voor je Wikipedia. Rob, je had de verkeerde... Of je had die andere moeten pakken. Waarom? En die is sneller. Ja, hoe weten jullie dan nou weer? Jullie kennen jullie koeven. Wel goed dat curb booster op. Je bent goed bezig. Ja, maar ik ben niet echt de F1, man, hè. Hop. Hey Link, doe het nou niet twee keer in een race verliezen op het laatste moment, hoor. Hey Joost, wat nou als jij gewoon een keer even je backout? Doe een backflip, ik ben Rob. Voor jou, gast. Je zit nu je enige supporter af te ketsen. Rechts, Rob. Rechts. Rechts is sneller. Jullie hebben klaar. Dit bullshit toch nog niet. Geweldig. Links. Rob, links. Link, je moet een boost pakken. Oh. Ja. Okay, hij loopt dood. Hij loopt dood. Hoi, joh. Maar ik ga gewoon op mijn dooi gemakkie. Het maakt me niet uit. Is het één ronde of twee? Dat staat eerst bij mij onderin. Ik vind het echt besef dat Rob al 3 fouten heeft gemaakt en dat Link nog steeds niet achter hem zit. Ik had de grootste fout bij begin gemaakt, joh. Kom, misschien komt er nog een rekensom, dan kan Link hem nog inhalen. Hoeveel nee, want ik kan heel goed rekenen. Boekhouden. Ik heb fucking finance en control gestudeerd. Don't fuck me. Wat stuurde jij? Je bent nog een YouTuber, gast. Rob, jongen, laat je niet gek maken, officieel. Laat me niet gek maken. Ik heb frikandel. Dit is voor mijn Brabantse volk. Voor vriend en vaderland. Het land verlaat.
Het land van... Hé, hey, kijk, kijk op! De buis. Je moet hem clean doen, hè. Het land van Maas en Waal. Ik ben ermee bezig, gast. Maar ik ben er gewoon letterlijk op Rob zijn fout aan het teren hier. Ja, ja. Ah, ja, moet hij die wel maken. Even stunt. Oh, nee, oh, nee, nee, dat meen je niet. Ja, het kan. Ja, 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 ja. Oh, wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij? Link, dit is het. Link, de ketchup, Link. Ja hoor, oh, ja hoor. En hij zit er, hij zit erachter. Dit is epic, man, dit is epic. Wat een spanning. Slipstream, slipstream. Link, Link. Rob gaat ook, Link, Rob gaat ook. Rob spint ook. Oh nee, dit is... Oh, de spanning is op de spanning. Nee! Nee! De bomen! Voorzichtig, Link! De bomen! De bomen, Link! Fuck! Is het zo? Doe je nou! Jullie crashen allemaal! Wat is dit? Slecht, man! Dat kan helemaal niet! Oh, nee! Fucking weinig grip, al! Wat een drama! Had nou maar de bullet gekozen. Daar is de finish! Oh nee, Link! Oh nee! Oh, dit is Hamilton en Max Verstappen. Laatste ronde, laatste bocht! Waar is die safety car? Ja, echt zo. Hey shit, ik lag echt ver voor. Ik heb het even neuk. Ik heb een bril. Ja, maar jij hebt geoefend, hè, Link? Ik heb ERS erop. Jongens, doe het voor je Wikipedia. Weet je hoeveel F1 ik heb gespeeld de laatste tijd? Ja, dat is niet F1, Rob, Link. Je hebt hem, Rob, je hebt hem, pak hem. Oh, met een slipstream, Link. Slipstream. Hey, no. Dit is te spannend. Hoeveel moet je? Nog vijf. Checkpoints. Oh jee. Oh, ik kom er niet meer bij. Maar ketchup, er is ketchup, hè. Pas op voor de ketchup. Ja, ik ben er weinig van. Nee, volgens mij is dat curry. Oh, ik heb het gezegd. Oh nee, daar gaat ie. Is klaar. Oh, Rob is klaar. Unk, het is klaar. Nee! Link, Link, kijk eens naar rechts. Er ligt heel veel geld en een vogel. Wat een vogel, man. En een vogel. Geen ruimte meer. Kom, kom, kom. Oh, de finish. Je had de voorsprong, bro. Rob, mijn jongen. Voor mijn gevoel ben ik constant overstuur geweest van de spanning en sensatie. Verdorie, joh. Ik moet wel zeggen, ik ben verder gekomen dan ik had verwacht. Want ik had verwacht dat ik überhaupt niet in de finale maat zou komen. Hey, je zit in top 9, hè? Zal gewoon zo zijn. Rob, jij bent de enige legend die met twee video's twee draaidagen heeft gevangen. Dus dat doe je heel Hoppa. Goed. Hoppa! Harm, wij moeten straks weer met iemand anders gaan strijden. Ja. Dit is niet gunstig voor ons, want die Rob die kan echt helemaal niks. Hé, hey, hou even je bek, joh! Maar, wie komt er de volgende aflevering bij? Ja, ik zou zeggen, kijk even op dat winranking bordje, joh. Matty is de volgende. Dan is het zeker gedaan met jullie. Oké. Jij wordt heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Link, Harm en ik zijn safe. Wij gaan door naar de volgende video van de finale van de maand. Rob, jij gaat gelukkig nog wel spectaten. Dus mensen, abonneer, blijf kijken, blauw duimpje omhoog, want Rob blijft erbij, maar als spectator. Doei doei! Woe! Doei! Yo! Doei.